Natasja Ringeling, revalidatieactie bij Revant, beter bekend in de Breda'se volksmond als uh, revalidatiecentrum. Want Revant, dat uh, zegt nog niet iedereen wat. Vertel eens iets kort. Wat is Revant? Ja, Revant is eigenlijk het revalidatiecentrum in Breda samen met het revalidatiecentrum in Zeeland. We zijn een aantal jaren geleden gefuseerd. In Goes, hè? Ja, in Goes, maar ze zitten ook op andere plekken in Zeeland, in Zeeuws-Vlaanderen. Um, en toen we gefuseerden, toen werd het Revant. Ja. Maar jij bent de revalidatiearts uh, uh, voor de hand, pols en arm. Ja. Dus een stuk uh, specialisme. Ja. Vertel daar eens kort over. Wat hand, uh, pols en arm zegt genoeg, maar jullie hebben verschillende acute letsels en chronische. Ja, nou als je iets aan je arm of aan je hand hebt, dan heb je daar eigenlijk gelijk heel veel hinder van. Hè, dat weten we allemaal. Uh, je hand doet heel veel, je kan niet goed grijpen, uh, je heeft gevolgen voor je werk, je heeft gevolgen voor de communicatie, je praat met je handen, maar je schrijft. Mm -hmm. Um, voor vervoer, voor heel veel dingen. Dus als je daar wat aan hebt, dan vraagt dat ook vaak specialistische behandeling. En daarvoor hebben we bij ons in Ravant daar een speciaal team voor. Dat heet het Handenteam, hè? Ja, dat heet het Handenteam. Wat behandelt het handelteam dan zo? Nou, je kan er terecht als je letsel hebt, ongeval hebt gehad, als je geopereerd bent. De acute gevallen? Uh, acute gevallen. Uh, maar ook als je een ongeval hebt gehad waar geen operatie aan te pas is gekomen. Maar je hebt wel duidelijke beperkingen, problemen. Uh, maar je kan er ook terecht als je gewrichtziekte hebt, waardoor je last hebt van je hand, je pols of je hele arm. Um, als je uh, al lang bestaande overbelastingsklachten hebt. Waar dus de ze... chronische problemen? Ja, de chronische problemen. Maar ook mensen die een amputatie hebben van de vingers tot aan helemaal bovenaan in de arm, die kunnen hier terecht. Even terug naar het handelteam. Ja. Uh, jij als aan staat, uh, je bent de coördinator van dat team. Ja. Maar dat team, waar bestaat dat uit? Nou, dat bestaat uit uh, heel veel verschillende disciplines. Behandelaren, uh, in handen gespecialiseerde therapeuten. Vanuit de fysiotherapie, vanuit de ergotherapie. Maar we hebben ook ondersteuning van maatschappelijk werk of een psycholoog. Want vaak komen er toch ook wel acceptatie- en verwerkingsproblemen bij ja. naar voren. En we hebben technische mensen, een revalidatietechnicus of een prothesemaker. Ja. En die maken allemaal dat team. We hebben ook verpleegkundigen. En jij stuurt dat team aan? Ja. Je kijkt naar en jij de door. Ja, je kijkt in de analyse van waar zitten de kernproblemen en wat voor soort behandeling moet daar dan volgen? En wie moeten we dan inzetten van dat team om die behandeling zo goed mogelijk te doen? Nou, hebben jullie daar uh, twee mooie folders voor? Uh, die laten we zo meteen nog even zien. Uh, daar revalidatie bij pijnklachten in de onderarm en, en de hand, hè? Ja. Dat, uh, Zo'n folder, um, is, uh, is dat nuttig? Of zeg je we nou, dat is alleen maar een tip van de sluier optillen en... Nee, dat is ook wel nuttig, omdat zeker bij die folder, uh, het gaat vaak om over belastingsklachten of niet zulke precies te verklaren klachten. En dan wil je ook heel graag dat je samen goed weet waar je aan begint. Mm -hmm. Dus dan vraag je ook een, een commitment van degene die komt, dat die uh, dat programma goed wil volgen. Ja, want dat programma moeten ze dan volgen. Je schrijft, je geeft een persoonlijk advies uit. Zo'n programma dat, dat bestaat uit verschillende periodes, van zes tot twaalf weken. Ja. Dat is niet exact aan te geven. Nee, ne? nee dat ligt er ook een beetje aan uh, of het een, een heel duidelijk afgebakend programma is bij chronische klachten dus een deel voorlichting, een deel training of dat het een acuut letsel is. Want dan weet je vaak niet precies hoeveel tijd je nodig hebt. Nou, wat me ook opviel bij het lezen van de folders: is, jullie verwachten ook iets van de patiënt. Ja. Het is niet zomaar zo dat die achterover maar je nee. moet ook echt een commitment geven. Ja, dat past ook wel een beetje bij revalidatie. Want revalidatie gaat eigenlijk altijd uit vanuit de hulpvraag van de patiënt. En de hulpvraag, ja, dat is commitment. Ja, dat commitment: uh, jullie hebben twee uh, toppenlocaties, uh, één in Goes en in Breda. Deze afdeling zit hoofdzakelijk in Breda, of ja. alleen in Breda. Ja, ja. klopt. Ja. Alleen in Breda. Ja. Als je nou praat over netwerken, want ja, daar ontkom je ook jullie niet aan. Je hebt een intensieve samenwerking met onder andere het ziekenhuis hier. Ja, de plastisch-chirurgen, de orthopedisch-chirurgen, de handchirurgen daarvan uh, en de bovenste extremiteitschirurgen. Die zijn onze grootste verwijzers, maar daar werken we ook heel veel mee samen, ook voor ingewikkelde problemen. Hebben we een speciaal spreekuur? En we hebben een netwerk in de eerste lijn met handtherapeuten. omdat Wat houdt wij... dat in, kort, nou, Wij in. kunnen niet alles zelf. Nee. Voor niet zulke ingewikkelde dingen verwijzen we naar die handtherapeuten. Maar samen weten we wel goed waaraan we werken. En we weten ook dat we het allemaal op dezelfde manier doen. Kortom, hier bij Revant, uh, met name de revalidatieafdeling uh, voor hand, pols en arm kunnen we voor de kleine problemen treden, de acute gevallen, chronisch, maar ook echt de zware gevallen van vingers, arm amputaties. Die zijn hier ook. Ja, de, de zware gevallen die doen wij met name, maar we kunnen in de analyse wel meedenken waar je goed terecht kunt voor een wat eenvoudiger probleem. Goed. En voor de armprothesiologie, ja, daar zijn wij hier alleen het specialistisch centrum. De verwijzing, hoe vindt dat plaats? Nou, wij zijn een tweede lijnsvoorziening, dat betekent een medisch specialistische behandeling. En daar kun je alleen via een huisarts of via een medisch specialist naar verwezen worden.